Maar we zijn er. Elephant, random motor. En dan gaan we even naar binnen. En we zitten op de bike. Lekker man. Ik hoop dat ik een beetje goed te verstaan ben. Want dit is wel echt een crappy helm. En de camera die zit op mijn borst. De vrouw die is natuurlijk ook mee. Alleen ze hadden niet per se een goede bike voor haar daar. Dus we gaan nu even naar de andere locatie. En dan gaan we daar gewoon even een motor uitzoeken voor haar. Het is gelukt. Gaan we weer naar die CF moto. Wat is het? De 800 MT. En nu gaan we weer langs de kust. Dat is wel echt heel erg mooi. Ik moet zeggen, wat ik net al zei, alles is wel een beetje afgetrapt hier in Rodos. Dus de motor rijdt niet heel lekker, maar hij doet wat hij moet doen. En we kunnen gewoon lekker gassen. Hey man, how are you? Fine, fine, thanks. Cool man, thanks. En hij is opgehaald. Ik weet even niet hoe die heet, maar het is de MT-07. En dan is het de retro versie, is het. Oh, die toeristen hier zo. We gaan ook naar het oude paleis van Mussolini. Dat was een Italiaanse iets. En die wilde eigenlijk het hele eiland van Rodos overnemen, overkopen of wat dan ook. Dus die had al een heel groot hotel, paleis, huis of iets gebouwd, villa. Kijk gewoon de video en dan gaan we gewoon genieten. Ik zie ook vanzelf al hoor, waar we terechtkomen. Ik vind het helemaal mooi. Een soort van klooster Sint Nicolaas. Oh, hier zo. Sint Nicolaas. Uit de 15e eeuw. Kunnen we wel even koekeloeren. Maar dat is maar een klein dingetje. Maar op zich ook wel leuk om even te zien. Kunnen we hier de mooie bike zetten. Kijk eens hoe mooi. Lekker man. Zal ik die klok luiden? Het heel dorp wakker hier. Dat is donker hier. Oh, dat is wel heel mooi. Even een kaarsje branden. Er staat ook echt gewoon geen wind hier. Dus 28 graden is super lekker. Oh, die is wel echt heel mooi. Hallo. Ik ga het kopjes geven aan de camera. Hallo. Ja. Even die vlooien wegkrabbelen. Waar? In het gat. Kijk, gewoon een soort van een holle boom. Gaan gewoon erin kruipen. Maar even die spinnenwebben. Oh, allemaal weg. Kijk, dat is leuk van die GoPro. Kun je gewoon die GoPro erin douwen. Hop. Kunnen we later kijken wat er boven is. Nice. Kijk dit dan. Poh. Heel nice. Gaan we even uit de bocht en dan gaan we wel doorrijden.
Wel mooi hoor. Maar kun je nagaan mensen, hoe bizar het was destijds, moeten jullie maar even opzoeken op Google. Of ik zal hierna wel even een klein stukje erin gooien. Bosbranden Rodos. Dan zie je gewoon heel het gebied waar we nu rijden. Dat was gewoon een en al vuur en vlam. Waardoor gewoon heel veel vakantiegangers die kilometers verder zaten, gewoon hun hotel moesten verlaten omdat het gewoon zo erg was. Maar als je dit begrijpt, dit zijn gewoon duizenden voetbalvelden. En die gewoon in de fik stonden, waar gewoon niks aan te doen was. Zeker met de wind hier, alles verspreidt zich. Dat kan je gewoon niet nagaan hoe erg dat gewoon was. En nu is de natuur zichzelf gewoon weer aan het oppakken. Alles herstellen. Maar de zwarte bomen van de bosbranden zitten er gewoon zeker tussen. Hierboven ook. Echt bizar gewoon. Zo'n mooi gebied is het hier. Hoppa. Het is gewoon heel die weg kapot joh. Met dat MT'tje erover. Hoppa. Klein rondje op de retro MT. Hoe heet dat ding? Hier staat het. XSR. XSR 700. Die is klein. Zo. Die heb even een vering. Niet normaal joh. Ik zak er gewoon doorheen. Ja, dan ben ik blij met die Adventure hoor. Dit is wel echt heel klein. Lachen man. Hop 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 hop. Hoppa. Zullen we even een foto hebben? Bij de bloemetjes. En het kerkje. Ziet er al leuk uit. Een soort klooster met een stuk eigen grond. En deze bomen ook gewoon helemaal zwart nog. Kijk hier gewoon naar het. Kijk hier zo. Gewoon een hert. En dan gaan we hier naar rechts. En dan, als het goed is, zit het een beetje midden in de straat. Taverna Platanos. Hey, er staat. Hier mogen we niet in. Maar daar hebben we scheid aan. Er staat geen auto. Oh, het is hier afgezet. Juist. Zo, de bike is even geparkeerd. Dan gaan we hier zo dit gekke dorpje in. Hoppa, 10 rode hoofden. Zo warm. Niet normaal. Maar wel lekker hoor. Kijk, we hebben even de was buiten gehangen. Pyjama broeken. Hier en weer zo'n huis die half af of gewoon half afgebroken is. En dit ziet er wel allemaal heel leuk uit. Dit ziet er wel lekker uit hoor. Kippetje. En dit is een of andere hamburger met van alles erbij. Heel lekker. Wij gaan even chappen. Maar we zijn niet de enige die willen eten. Hop. Hier naar achter. Hier zo. Kijk eens, komt er nog een aan. Hier zit er een. Hier achter. En dan de next stop is Villa del Mussolini. En dat zei ik al net, begin van de video. Ooit wilde Mussolini Rodos kopen, overnemen, overwinnen, weet ik het. En hij had alvast een villa gebouwd, maar het ging niet door. Dus die villa die is eigenlijk nooit afgemaakt of nooit bewoonbaar geweest. En die is nu gewoon te bezichtigen voor het publiek, zeg maar, voor het openbare publiek. Lekker man. Zo, kijk ze hier rennen. Zo, die gaan snel weg. Oh, je hebt ze net gemist. 3 herten. Ze gingen keihard rennen hier zo. Haha, leuk man. Kijk, in Nederland hebben we ook wel herten of zo.
Maar die zie je echt gewoon niet. En hier schieten ze gewoon de weg op. Ja, in Nederland misschien ook, maar in het donker. Fucking gevaarlijk. Daar had hij ons ook trouwens voor gewaarschuwd. Dat je daar wel echt rekening mee moet houden. Daarom is het officieel 50 op deze weg. En ik denk ook echt eerlijk gezegd door de dieren en alles. En doordat het wegdek gewoon fucking slecht is. Natuurlijk veel bochten en alles. Zij dan die zijkantjes. En dan zie je echt langs de kant. Hebben we speciaal van die blokken neergezet. Want daar komen die stenen gewoon naar beneden rollen. Hoppa. Net zo'n scheve fietsbaan. Maar je moet wel goed kijken voor auto's. Maar dit is wel lekker. Hoppa. Kijk eens. Nice. Zo, drop even de bike hier. En dan waarschijnlijk gaan we gewoon even daar kijken. Daar staan de bikes nu. En we kwamen wat Nederlanders tegen en die zeiden inderdaad, het is helemaal boven. Dus nu moeten we heel deze weg volgen. En dan had je iets van een villa. Een bunker. En wat was er nog meer? Een kapel. Een kapel. Je kan het al een beetje zien. Ja? Oh ja, daar. Daarboven is al een deel van de villa. Echt heel mooi. Geen foto's, hè? Verdomme. Zeikert. Het is wel heel mooi. En rustig. Je hoort niks of niemand hier. Een paar vogeltjes. Nee. Dit was speciaal voor die gast gemaakt. En hoe het geworden is. Het is gewoon door de natuur. En natuurlijk gewoon jongeren die een zootje ervan maken. Dit is het kapelletje dus. Ja, alle ruitjes nog. Hier van het kapel. Loop hier zo. Een soort van, ja, wat is het? Stenen brug. En dan loop je zo naar die villa die ja, gebouwd was voor hem. Hier een deurtje. Dit dan? Ja, dat was een soort fonteintje of zoiets. Oh, kijk dit dan, joh. Wow. What the fuck? Het is gewoon de badkamer of iets. Man, dit is zo gekke shit. Het is gewoon een beetje mistig. Maar rust hier. Je hoort niks. Maar dit is wel echt. Echt heel eng. Gaan we even verder kijken. Kijk, daar is het plafond ook al ingestort. Boven moet je niet gaan kijken. Het is daar zo. Een soort van tweede woonkamer of iets. Ga jij alvast kijken boven? Als ik krak hoort, dan blijf ik wel beneden. Kijk, want hier heb je ook nog allemaal kamers. Ik kan ook nog even kijken. Even snel. Hier is gewoon nog een soort slaapkamer, denk ik. Met een. Ja, met een wc erbij. Wat fuck. Zo, dit is echt. Echt een raar ding. Ja. Wie weet wat het is? Laat het even achter. Wat zit hier dan nog? Nog een kamer met een douche. Kijk, hier kan we net volgens mij even kijken. Dan kun je helemaal langs. Kijk, hier leggen we nog een matrasje op. Twee matrassen. Nou, een bunker, maar er zit een bad in. Ja. Oké, apart. Oh, nog een hok. En een hok. Nou, niet echt heel boeiend of zo.
Dit lijkt me eerder een soort van gastverblijf of iets. En dit was echt een dag om niet te vergeten. Even kijken, hier zo. Dionysos Hotel. 55 minuten geeft hij aan. De verblijfplaats waar wij zitten, die heet Ixia. Dat is eigenlijk letterlijk 3,2 kilometer van Rodos stad af. Dus we hebben het van de week gelopen. En dat was op zich wel te doen. Wel een beetje ver. Dus heb je nou een lange dag achter de route of een lange week, dan pak je gewoon de bus. Met de bus is het 10 minuutjes. Hop, even off-road. En dan is het ook gewoon prima te doen. Maar qua natuur is het heel erg nice. Geitje! Lachen man. Zo. Mooi. Er lagen al verse keutels in het huis van Mousselinietje. Er is genoeg geiten hier zo. Er is natuurlijk ook heel veel bergen. In de berggeiten. Nee, maar prima motortje hoor. Ik zeg net. De toeren die hij heeft, dat vind ik wel echt bizar. Ik weet niet of dat echt iets van KTM is. Qua motorisch iets. Het is volgens mij wel een 2-cilinder. Of ik weet bijna zeker, het is gewoon een 2-cilinder. Maar deze kan wel aardig hoog in zijn toeren. En dat rijdt echt heel fijn. Omdat je gewoon door kan trekken. Je kan hem blijven trekken. En dat is wel echt super chill van deze bike. Maar mensen, dit was echt een dag om gewoon weer niet te vergeten. Echt heerlijk. Zo genoten. Zoveel weer gezien. Weer meegemaakt. En weer wat ervaringen rijken. Dit is echt heel leuk om te doen. Ik ben ook blij dat ik dit kan doen. Voor nu gaan we even een drankje doen. Even lekker de schoenen uit. Even alle beestjes weghalen, want dat was echt niet normaal. Hoppatee. Mooi plekje hier. En de bikes staan weer geparkeerd. Bij het hotel. En wat ik net al zei. Wij gaan naar boven. Chillen. Het was weer leuk geweest. Dus like deze video. Laat even een toffe reactie hieronder. En vergeet zeker niet te abonneren op het kanaal. En zoals altijd zie ik jullie weer bij de volgende video. Laters.